Hou je van buiten? Hou je van herrie? Hou je van de natuur? Sportliefhebber? Of hang je liever gewoon op een terrasje? Jaarlijks komen er ruim 1,5 miljoen mensen naar het Waddengebied. Niet alleen naar de eilanden, maar ook naar de noordkust van Noord-Holland, Friesland en Groningen. En natuurlijk met bootjes op de Waddenzee. Dat hoort allemaal bij het Waddengebied. De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. In de tweede helft van de 19e eeuw zetten de eerste toeristen voet aan wal op de Waddeneilanden. Inmiddels is het een hele uitdaging om de grote aantallen toeristen te verwelkomen en de ruimte te bieden. En tegelijkertijd de kwetsbare natuur in het Waddengebied goed te beschermen. 80% komt uit Nederland, 15% uit Duitsland en nog 2% uit België. Onze Waddeneilanden zijn dus vooral in trek bij jou en mij. Waar de een komt voor de grootse natuur, het eindeloze uitzicht, de vogels, de frisse zee, komt de ander juist voor de grote gezelligheid. Campings, uitgaan, uitslapen of misschien helemaal niet slapen. Dag in, dag uit. Kratten sjouwen. Maar hoeveel verschillen de eilanden eigenlijk? Moet je naar een bepaald eiland gaan voor een bijzondere ervaring? Of hebben alle eilanden hetzelfde aanbod? Het Waddengebied is een kwetsbaar natuurgebied met de status van UNESCO Werelderfgoed. Als het zich tegelijkertijd door het toerisme economisch wil ontwikkelen, vergt dat wel wat balanceerkunst van alle betrokken partijen. Want als er te veel mensen in een te korte tijd komen in een te klein gebied, dan heeft daar bijvoorbeeld de natuur onder te lijden. Wat te doen? Niet gaan? En moet het allemaal met de auto? Of toch maar de trein? Fietsen? Of elektrische step? Of misschien skateboard? Komen we met z'n allen of komen we verdeeld over het jaar? Veel toeristen betekent vaak dat er veel horeca is. Horeca, een samenvoegsel van hotels, restaurants en cafés. Wat dat betreft springen de Waddeneilanden overal bovenuit. Van alle gemeenten in Nederland hebben de 5 bewoonde Waddeneilanden veruit de meeste horecavestigingen per 1000 bewoners. De zogenaamde ecotoeristen zijn toeristen die vooral voor de natuur komen en het belangrijk vinden dat hun verblijf zo min mogelijk schade aanbrengt aan natuur en milieu. Voedsel consumeren dat dichtbij is geproduceerd heeft een kleiner gevolg voor het milieu dan voedsel van verder weg, dat bijvoorbeeld per boot of vliegtuig vervoerd moet worden. Ook is het belangrijk dat dieren- en plantensoorten niet bedreigd worden door overconsumptie. Denk bijvoorbeeld aan overbevissing. Iets om over na te denken, zou ik zeggen. Om het Waddengebied het Waddengebied te laten blijven, zullen we misschien toch iets aan de duurzaamheid van onze vakanties moeten doen. Ik zou het wel weten, maar weten jullie het ook? Wat is een ideale vakantie? Alles hetzelfde of juist van alles wat?